Hier zijn ze dan. De bloembollen die we u beloofd hadden. We reden door de grootste bloementuin ter wereld. Na de narcissen en hyacinten staan nu de tulpen in volle bloei. Het landschap tussen Haarlem en Leiden is als een uitgestrekt veelkleurig tapijt. Elk jaar weer komen honderdduizenden uit binnen- en buitenland om van dit kleurensprookje te genieten. Tallozen van hen deden als deze Belgen en lieten zich per watertaxi langs de velden voeren. Een mooie gelegenheid om rustig te genieten. Ook al zullen sommigen de gure voorjaarswind niet zo aangenaam gevonden hebben. Wie een auto of motorfiets had, genoot dubbel. Want op de bollenzondagen mocht gereden worden. En dit was ook een buitenkansje voor de verkopers van de bekende bloemenslingers. En dan waren er natuurlijk nog die massa's mensen die met andere vervoermiddelen kwamen. In een rustig tempo maakten al die bezoekers hun bollentoer. Maar toch waren er ook nog een dikke honderd die haast hadden, die van de bloemen praktisch niets zagen. Dat waren de deelnemers aan de tulpenrally. Zij hadden alleen maar oog voor hun snelheidsmeters en de door de regen glad geworden wegen die naar de finish in Noordwijk leiden. Hun enige doel was het deze binnen de voorgeschreven tijd te passeren. Maar u kunt er vast van op aan dat al deze rijders, die uit vele landen van Europa afkomstig waren, toen eenmaal de benzinedamp was opgetrokken, de bloeiende velden gezien hebben. Ten slotte hadden de organisatoren deze sterrit niet voor niets Tulpenrally genoemd.